En ik kom naar beneden en dit is het eerste wat ik zie. Echt. Op een gegeven moment zo gelachen, ze hadden piñata's voor de kinderen. Ik heb echt trouwens bij de barbecue. Goedemorgen, het is zaterdag en ik kom naar beneden en dit is het eerste wat ik zie. Echt. Deze vriend. Op mijn plafond en hij is echt groot. Nog een vriendje, mama. Nog een. Zo ziet gelijk deze. Jee, wat een ochtend. Ik heb me aangekleed en opgemaakt. Ik heb mijn haar weer eens gesteld, want dat heb ik een tijd niet gedaan. Dus ik heb elke keer slag. Ik heb het wel heel snel gedaan, dus een beetje met Frans slag. Maar mijn haar is heel makkelijk te stylen. Ik heb deze nieuwe top aan. En dan ben ik nu alweer vergeten waarvan die is. Maar ik kan er niet bij nu. Deze broek van Mango. Ik heb mijn Ted Baker tas. En mijn Tommy Hilfiger laarsjes. En ik heb mijn nieuwe Michael Kors horloge. Maar die had ik elke keer nog niet om. Want ik moet hem klein laten maken. Maar ik vergeet het elke keer. En dan ben ik in de buurt en denk ik. Oh, ik ben weer dat horloge vergeten. Dus ja, ik heb hem dus nu om, maar hij is eigenlijk te groot. En ik kwam erachter dat ik eigenlijk helemaal geen rosé gouden oorbellen heb. Dus dat wil ik ook heel graag. Want bijvoorbeeld met deze tas en zo, ik heb al wat meer dingetjes met rosé goud. Vind ik wel leuk als ik ook een ander kleurtje heb dan alleen zilver en goudkleurig. En dat had ik allemaal, maar ja, hè. Dus ja, even kijken hoe ver Sharon is, want dan kunnen we naar de verjaardag. Ja, kijk eens, cadeau! Cadeau! Sharon heeft alles voor je uitgekozen. Ik heb daar een palletje over, hè, Jo. Kijk dat palletje allemaal daar. Kijk dit is een masker. Kan je zelf nog uitknippen. Die heeft ze voor je gemaakt. En nu kan ik niks zien. Nee. En je moet hem uitknippen en inkleuren. Ja. En je kan hier ook nog wat gaatjes maken. Ik heb een boek. En daarmee kan je unicorns knutselen. Wat heb je nog meer? Nog iets voor je gemaakt? Oh, dit ben jij en dat ben ik. Ik ben niet zo goed tekenen. Van je denkt, moet ik heel die tas leeghalen? Ja, je houdt van knutselspullen, hè? Hele tas vol. Knutselspullen. Wow. Yo! Dit is een mooi. Wow! Die zijn mooi! Die ene is glow in the dark, hè, Sarah? Ja, dus dan kan je die. Kijk, hier zit glow in the dark bij. Dat zijn deze vakken. En dan kan je dan op je kamer zetten en dan kan je hem opladen bij het licht. En hij is nu ook aan het opladen bij het licht. En, als je dan, en dan kan je hem s'nachts gewoon bij je zetten en dan heb je gewoon licht. Spuitsnoep. Spuitsnoep. Dan kan je zo spuiten in je mond. Becky heeft maar die headphones gedaan. Ja, maar dan zijn die van de week die je niet hoeft te delen. Dat zijn dat is de onderkant van de tas. Lippie, hij gaat naar school. Wij zijn weer thuis. Echt, nou, filmen was niet echt heel erg mogelijk. Op een gegeven moment zo gelachen, ze hadden piñata's voor de kinderen. Nou, die gingen los, dat was niet normaal. Heb jij dat nog gezien met de piñata's? Nee. Zo. Nou, echt, ik probeerde te filmen, maar het was zo'n zee van kinderen dat je gewoon niks meer zag op beeld. Echt heel jammer, maar het idee was leuk. Ga eens wel naar de douche, toch? Ja. Oké, top. Ik heb echt trouwens bij de barbecue zoveel te veel vlees opgegeten. Dat ik echt zo'n, moet zeggen, niet dat ik te vol zit of buikpijn heb of misselijk ben. Maar soms voel je dan zeg maar iets minder gezond of fit omdat je te veel ongezond hebt gegeten of zo. Dat is vlees niet per se heel ongezond, maar wel als je er zoveel van eet. En het was lekker, dus ik ben echt een vreedzak. Het is echt erg.
Ik denk dat ik even wat fruit ga pakken. Ik denk dat dat wel een slim idee is. Misschien dat het dan even compenseert. Ja. Ik heb lekker een kiwi gepakt. Een kiwi gold. Ik zat echt te denken, zou ik meenemen? Maar ik heb echt totaal geen honger nog. Omdat ik zoveel heb gegeten. Dus ik denk, doe er gewoon eentje. En ik denk, ik lepel ze altijd uit. En sommige mensen snijden ze. Dus ik ben wel benieuwd. Zijn jullie van het snijden? Of net als ik, van het lepelen. Ik vind schillen en snijden vind ik echt zo onprettig met kiwi. En dit vind ik echt ideaal. Het is nog niet eens super, super laat. Zeker niet voor mijn doen. Ik ga mijn bed in. Ik ben echt moe. Dus, zoals altijd, wil ik nog even de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet ook niet op abonneer hieronder te klikken. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei.